teksten voor woensdag 6 november 2024. Psalm 84, vers 5. Welzalig zij die in uw huis wonen. Zij loven u gestadig. Welzalig zij die in uw huis wonen. Zij loven u gestadig. Psalm 84, vers 5. Het leerwoord is gehaald uit Romeinen 8, vers 26. Wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Romeinen 8, vers 26. Heer van de hemelse legers, goedemorgen. Dank u wel dat we mogen komen in uw heiligdom. Wat een heerlijkheid. Vader, wij verlangen om in uw heiligdom te komen, te zijn met alles wat in ons is. We juichen omdat wij u kennen. U te kennen is eeuwig leven. U te kennen is vrede, is liefde. Wij danken u voor die bescherming, voor die nieuwe dag. U heeft ons gewekt. We kunnen loven en prijzen. We kunnen gaan en staan waar u ons leidt. Zelfs de mussen en de zwaluwen vinden het heerlijk om dicht bij u te zijn. Om een plekje te vinden bij u. Dicht bij uw altaar. En wij mogen komen en knielen voor uw troon van genade. Dank u, Vader. Dat u ons uw koninkrijk gegeven heeft. Dat uw heiligdom in ons is. Dat wij naar binnen mogen gaan om bij u te zijn. Om samen met u een relatie te hebben. Die intimiteit die niemand van ons kan afnemen. Wij vertrouwen op u. Het is een gevoel van geborgenheid. En dan hoeven we alleen maar stil te zijn. En naar binnen te gaan om u te zoeken. U bent niet buiten te vinden, Heer. U bent dicht bij ons. Die intimiteit. We danken u, we loven en prijzen u. En we willen dit geven aan een ieder. Aan onze gezinnen, aan onze familieleden. Aan onze geliefden. Onze collega's, mensen op de werkvloer. Waar ze ook zijn. Zieken, bedroefden, ellendigen, ouderen, jongeren. Elk kind op school, dat wij ze mogen zeggen, indien het je te veel wordt, ga naar binnen en zoek de Heer. Hij laat zich vinden. Spreek tot hem en luister. Hij raakt je aan. Dank u, Vader, voor die liefde, voor die geborgenheid. We erkennen onze zwakte, omdat uw Geest ons helpt. We weten niet wat we moeten zeggen. En we vertrouwen op uw Geest, dat die ons aangeeft wat we moeten bidden, hoe we tot u moeten spreken, hoe we moeten praten tot u met die hemelse taal. U weet precies, Heer, wat het diepste van ons hart is. U weet precies wat we denken, wat we voelen en u behandelt ons als broos vaatwerk. Vader, help ons om ook anderen zo te behandelen. Help ook anderen om ons zo te behandelen. Wij zijn allemaal kwetsbaar. Laten we dat beseffen en elkaar ook op die manier accepteren. Wetende dat u het bent die ons leidt, die ons stuurt. Dank u, Vader. Voor elk een die vandaag staat voor beslissingen, waar ze misschien huiverig voor ze en dat ze mogen weten dat u hen leidt. Help ons alles wat we moeten ondernemen om het met u te doen, te leggen voor uw troon van genade en met u te gaan. En zo danken wij u voor elke jarige, voor elke vierende. Mogen uw zegeningen rusten op hen, op ons, op een ieder. Iedereen, o Heer, waar ze door gaan, waar ze door staan, dat ze mogen weten, u bent het anker op elk moment van ons leven. Dank u daarvoor. In Jezus' naam, amen, ja, amen.